Allereerst mijn dank ook aan de heren Remkes en Koolmees. Zij waren bereid om in een politiek turbulente tijd op te treden als informateur. En dat kan op de waardering van de Partij van de Arbeid-fractie rekenen. Dank voor uw inspanningen en dank voor uw eindverslag. Voorzitter, dan het coalitieakkoord. En laat ik daar ook positief beginnen. Want het is goed dat er een coalitieakkoord ligt. Het ligt dan ook in de reden dat er snel een kabinet komt en dat dat kabinet kan rekenen op een draagvlak in de Tweede Kamer. Het lijkt zo gewoon, maar het was toch echt wel lang uit het zicht. Het is ook goed dat er op een aantal onderwerpen serieuze stappen worden gezet om te zorgen dat de noden die er zijn, de problemen die er zijn, aangepakt worden. Het dichten bijvoorbeeld van de loonkloof tussen van leraren van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs hebben we in dit huis jaren voor gepleit. Echt goed dat dat geregeld wordt. Het afschaffen van de verhuurderheffing hebben we ook vaker voor gepleit. Ook goed dat dat gaat gebeuren. Er komt extra geld voor klimaatverandering. Ook dat was hoog nodig. Het vorige kabinet Rutte 3 haalde de eigen doelstellingen niet. En laten we hopen dat het dat nu beter gaat. En dergelijke goede plannen kunnen ook op steun van de fractie van de Partij van de Arbeid rekenen. Voorzitter, maar het had ook echt wel anders gekund. Het had eerlijker gekund, socialer en progressiever. Want je verwacht van een coalitie tijdens een pandemie een gloedvol betoog over wat er nodig is in de zorg. Wat we hebben geleerd van de afgelopen jaren. Je had willen horen dat de publieke gezondheidszorg versterkt moet worden. Je had willen lezen over een aanpak om de mensen die in de zorg te werken te behouden voor die zorg. Nieuwe mensen te werven. Bureaucratie systematisch te verkleinen. Maar wat lezen we? Zorgmedewerkers hebben al genoeg salarisverhoging gekregen. In de jeugdzorg komt er een eigen bijdrage en er wordt 5 miljard bezuinigd. Mevrouw Marijnissen sprak er ook al over. Het is onbegrijpelijk en het moet gewoon vandaag nog van tafel. En de heer Klaver zal daar zo dadelijk mede namens mij een motie voor indienen. Je verwacht ook van zo'n akkoord dat er een fundamentele visie instaat over de toekomst van werk, over de zekerheid van inkomen van Nederlanders. Waarbij werken weer gaat lonen en mensen redelijk onbezorgd van hun oude dag kunnen genieten. Eindelijk waardering voor de mensen die in de coronacrisis misschien wel thuis wilden werken, maar dat niet konden, want dat was hun beroep niet. De mensen die zorgden dat hier alles schoon bleef. De mensen die het vuilnis ophaalden, de chauffeurs, de vakkenvullers. Maar wat lezen we? Een echt schamele verhoging van het minimumloon en de gepensioneerden staan in de kou. En het loslaten van de koppeling tussen de AOW en het minimumloon is de bijl aan de wortel van onze sociale zekerheid. Je verwacht ook minder woningmarkt en meer volkshuisvesting. Meer bescherming van huurders tegen huisjesmelkers en prijsstijgingen. Het aanpakken van speculanten en beleggers die onze steden en dorpen overnemen. Plannen voor fijne, veilige wijken. En wat zijn het dan voor keuzes in dit akkoord om huurders met een middeninkomen honderden euro's per maand huurverhoging voor de kiezer te geven? Leraren en verpleegkundigen, dat zijn die mensen die die huurverhoging tegemoet kunnen zien. Waarom niet serieus investeren in de leefbaarheid van dorpen en steden? Het Volkshuisvestingsfonds wordt gewoon gekielhaald. 450 miljoen euro, nu 150 miljoen euro. En die 150 miljoen is ook nog eens een sigaar uit eigen doos voor de gemeente. Want ze moeten uit het gemeentefonds, moeten ze daar zelf voor gaan betalen. Je verwacht ook dat er in een regeerakkoord een echt ambitieuze plannen staan om het vertrouwen in de politiek fundamenteel te verbeteren. En dat die nieuwe bestuurscultuur iets gaat betekenen in het leven van mensen. Met concrete plannen om de democratie te versterken. Maar we zien vooral veel losse eindjes, geen enkel nieuw voorstel. Het afschaffen van het toeslagenstelsel is gereduceerd tot een ambitie. En hoe lang moeten mensen nog wachten op concrete plannen om een einde te maken aan die toeslagen? Voorzitter, je verwacht in een coalitieakkoord tenminste ook iets van een notie, een besef, een perspectief ten aanzien van corona. De grootste crisis die ons heeft getroffen sinds de Tweede Wereldoorlog. En de fracties applaudisseerden dinsdag voor elkaar, de coalitiefracties. Maar het is helemaal geen feest bij de mensen thuis. De hoge oversterfte in ons land spreekt boekdelen. Duizenden Nederlanders die elke dag niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Kinderen die weer thuis zitten zonder onderwijs. Terwijl we wel met z'n allen naar IKEA, de Efteling en het casino mogen.
tegen alle beloftes in. Voorzitter, een strategie ontbreekt. En dit zijn dezelfde vier partijen die geen lessen wilden en durfden te trekken van anderhalf jaar falende coronabestrijding, maar nu wel samen vooruit staan te kijken naar de toekomst. Ik rond af. Dit coalitieakkoord leest als één grote erkenning dat het de afgelopen jaren op fundamentele punten is misgegaan met het beleid. En daarom zijn er nu vele tientallen miljarden euro's nodig om het achterstallige onderhoud van Rutte 3 te repareren. En gezien de resultaten van de coalitie uit het verleden is het echt maar de vraag of de grote maatschappelijke problemen nu wel echt opgelost gaan worden. Veel geld beloven is niet zo moeilijk. Echte keuzes maken is dat wel. De Partij van de Arbeid zal het nieuwe kabinet daarop beoordelen of die keuzes nu wel gemaakt worden en of dat sociale keuzes zijn. Dank u wel, voorzitter.